Wanneer is een heupprothese nodig? Het belangrijkste is het verhaal van de patiënt eigenlijk. De klachten die bepalen of iemand een heupprothese nodig heeft. Het geeft altijd een trias. Het is het lichamelijk onderzoek, de röntgenfoto... ...en de klachten die de patiënt ervaart... ...of een prothese noodzakelijk is om een patiënt weer mobiel te krijgen. Als we die drie elementen die net genoemd hebben bij elkaar duidelijk beeld geven dat een heup versleten is... En dat de patiënt veel pijnklachten ervaart, dan wordt eigenlijk in, samen, in gezamenlijk overleg besloten om een heupprothese te plaatsen. Uh, een heupprothese is uh, in het algemeen nodig in de meeste gevallen als mensen heupslijtage hebben. Dat betekent dat de heupkop en de heupkom samen versleten zijn. Het, het, het geheel wat we dan gaan plaatsen heet een totale heupprothese. En daarbij wordt dan de kop van uh, de heup uh, vervangen, middels een steel maar ook de kom wordt vervangen om samen zo een nieuw gewricht te krijgen. De redenen van slijtage kunnen verschillend zijn. Het kan door gebruik en veroudering zijn, maar slijtage kan ook komen door een bepaalde ziekte van de heupkop uh, en de heupkom. Bijvoorbeeld als bot is dood gegaan of als het kraakbeen een bepaalde aandoening heeft of bijvoorbeeld zoals bij uh, reuma ziekte.